Welkom bij Karate. We gaan vandaag de buikspieren doen. Laten we starten met de eerste en belangrijkste diepe buikspier. Sta recht of kom op je knieën. Je ziet de buik en we gaan de buik intrekken en terug los. Buik intrekken en terug los. Goed kijken. We hebben nu een iets wat dikke buik en we trekken de buik in. Volledig intrekken en naar boven. Een lichte buikslot. Ja, intrekken. Diepste buikspieren, je voelt het ook in de rugspieren. En los. Intrekken. Buikspieren en naar boven. Je voelt ook dat de bekkenbodem mee samen aangespannen is. En los. Buik intrekken. Goed omhoog, goed intrekken. We hebben een heel smalle buik, geen buik meer. En los. Nog twee maal. Buik intrekken. Blijven doorademen, ook met ingetrokken buik. En los. Buik intrekken bij een uitademhaling. Blijven in- en uitademen. In en uitademen. En buik los. We gaan ons lichaam opwarmen met een push-up. Ik heb een balanspad of een onstabiele ondergrond voor harder mijn buikspieren te laten werken. Breng je handen recht onder je schouders. Begin eens blijven op handen en knieën. Breng je borst omlaag naar de vloer. Andere, breng de armen iets meer naar voren. Heffen de onderbenen, voeten naar het zitvlak. En we gaan starten. Laten we beginnen met een buiging. Ellebogen naar achter, borst zo laag mogelijk. En terug naar boven. Ja. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en nog eens 10. 10, 9, 8, 7, 6, borst goed naar beneden. 5, 4, 3, 2 en laatste maal en rust. Rust, even rekken, de buik rekken. Volgende warming up is de plank, 30 tellen. Plank. Beginners, knieën op de vloer. Andere, heffen de knieën op. We spannen de bilspieren aan en de buikspieren. Twintig, dertig, veertig, vijftig en laatste 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. En terug de buik rekken. Ontspannen. Ons hartslag werkt hard. Bloedsomloop
is goed aan het doorstromen in je aderen. En we komen in rugjes. De workout gaat starten. Je kunt enkel gewichten gebruiken of polsgewichten, moest de oefening niet zwaar genoeg zijn. Oké, rug lig. Ik ga gewichten nemen van 1000 gram, dat zijn gewichtsballen. We gaan eerst zonder de gewichten werken. We brengen de benen omhoog, benen geplooid, 90 graden, knie over de heupen, armen omhoog en recht over je schouders. De dode insect oefening. We strekken één arm met het tegenovergestelde been. Breng je been omlaag, enkele centimeters van de vloer. En we komen terug naar de beginhouding. Andere kant, we strekken het been en het arm. We laten het niet rusten, ze blijven enkele centimeters van de vloer. En we komen terug. Ja, we gaan ermee beginnen. Ik neem gewichten in mijn handen. Anderen kunnen nog eens enkel gewichten bijnemen. En laten we starten. 1 en terug. 2 en terug. 3. 4. En terug. En wissel. Om en om. Rechterarm en linkerbeen strekken. En rechterbeen met linkerarm. Neem nu uw eigen tempo. Ga je sneller, is het ook goed. Ga je trager, is het ook goed. Maar het is toch wel belangrijk dat we die toch naar de trage kant doen. Aandacht voor de armen over de schouders. Aandacht voor de knie over de heup. Een goede buikoefening voor de rechte buikspieren. Naar het midden, strek, midden, strek, midden. Nog 20. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en laatste maal en bijeen. Gewichten aan de zijkant, omhels je knieën, ontspannen. Volgende oefening, heuptil, de billen omhoog heffen, beginners blijven met gebogen. Knieën gebogen, andere.
strekken zo ver mogelijk de benen omhoog, tenen naar boven. Brengen de handen achter het hoofd en we heffen de billen op en terug. Hef op en terug. Ja? We zijn gestart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 20. En los. Ontspannen. Breng de handen onder uw billen. We starten de volgende oefening. En we brengen de benen. Beginners met gebogen knieën. En brengen voet per voet naar beneden en terug omhoog. Tenen in het water en terug omhoog. Andere, strekken de benen. Handen goed onder de billen. Rug in de vloer. Probeer je rug in de vloer te drukken. En we strekken de benen naar beneden. Niet laten rusten. We houden ze boven en terug omhoog. We strekken dus de benen naar beneden. Beginners, been per been. En terug omhoog. Zijn we klaar? Laten we starten. 1, 2, 3, 4, neer en op. 5, neer en op. 6, 7, 8, 9 en 10. Nog 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, en laatste maal, we blijven, je voelt het ook in de benen, en terug omhoog, en los. Omhels de knieën, ontspannen. Volgende oefening, breng de handen achter het hoofd. Beginners, buigen de knieën en brengen beide voeten naar beneden en terug omhoog. Naar beneden. En terug omhoog. Andere strekken de benen. En we gaan de billen omhoog heffen. We houden 10 tellen omhoog. En dan naar beneden. Laten we starten. 10 tellen omhoog houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En los. Inademen, uitademen.
Dat was een zware oefening. En we herhouden de oefening. Hef de billen van de grond. En we tellen tot 10. Wissel. We komen op ons zij, steunen op de elleboog, elleboog onder schouder. We nemen de enkel vast, we trekken naar achteren, heel op de knie en strek verder naar achteren. Goed strekken. Laat dus je hoofd niet hangen. Oor van de schouder, zo ver mogelijk van de schouder weg. En wissel. Enkel, been naar achteren, andere been, knie, hiel op knie. En trek verder naar achteren. Oor van de schouder weg. Laat los. Kom in buikrug. En strek de buikwand. We hebben goed gewerkt. De spieren verlengen. Zo. Dit was het dan voor vandaag. Bedankt om mee te doen en tot de volgende. Dag!